What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin. Oh, shh, shh. Er ligt iemand te slapen. Wacht even. Noortje. Was jij aan het slapen? Nee, sorry. Ik moet filmen. Blijf maar lekker liggen. Goed, laten we beginnen met de video. Hey, what's good? Stel je voor, ja, het spijt me. Hoortje, het spijt me. Ik weet dat je lekker aan het chillen was. Ik weet dat het lekker rustig was. Maar we gotta work, man. We moeten video's blijven maken voor de Kelfam. Je kan niks anders zeggen. Ik bedoel, ik vind je hartstikke lief en aardig en schattig en zo. Maar hey, er moet ook gewoon... Wie denk je dat jouw kattenvoer gaat betalen, maat? En hele goede morgen, lieve mensen. Mijn naam is Kelfam. Zoals ik al zei, ik ben ook wel beter bekend als Kalfijn. Ja. Kalfijn, dat ben ik. Hallo. Mocht je afvragen wat de Kelfam is, nou ja, dat zijn alle mensen die naar mijn video's kijken. Die onderdeel zijn van de leukste, meest grappige, meest epische, meest lieve familie van Nederland. En dit is het bewijs. Oké, okay, dit valt even allemaal shit uit. Ik kreeg dit laatst op een signeersessie en het is ongekend. Het is ongekend. Elk fanaccount staat erin. Alle mensen die onderdeel zijn van de Kelfam. Er staan allemaal verhalen in van mensen die door lastige periodes deze video's bekeken. En dachten, weet je wat, doe eens gek, je bent normaal genoeg. Het leven is niet zo zwaar als dat ik dacht dat het was. En Kelvin is altijd blij, dus ik ben ook blij, you know. Ja. Vandaag ga ik weer een leuk spelletje spelen halen. Ik heb er wat leuks bedacht. Namelijk, ik kijk best wel veel films. Ik kijk oprecht best wel veel films. En er zijn een aantal films, ook uit je jeugd en zo, die je gewoon nooit meer vergeet. En één daarvan, in mijn optiek, is Johnny English. The legend. The perfect action figure of all time. De spion. De enige echte. De allerbeste spion ter wereld. Ik ben vroeger zo vaak stuk gegaan om Johnny English films. En mocht je nou geen flauw idee hebben waar ik het over heb, dan heb je geluk, want er komt een nieuwe Johnny English movie, man. Een nieuwe! Johnny English strikes again, that's right! En jullie weten dat ik vaak positief in het leven sta. Dat ik hyped raak van dingen die ik vet vind. En dit is één zo'n ding. En ik heb een leuke challenge bedacht. Namelijk, what happens next video te maken. Maar dan helemaal in het teken van Johnny English. En mocht je niet bekend zijn met het concept van what happens next. Dat is een challenge die je kan spelen. Een spel wat je kan spelen. Waarin je dus gaat raden wat er hierna gebeurt. Een voorbeeld. Laat ik in mijn huis skateboarden. Dat is vast een briljant idee. Die stoel die daar staat is vast geen obstakel. Dit komt helemaal goed. Hey! Stop het beeld! Freeze the motherfucking frame. Wat gebeurt er hierna? Is het A? Kelvin race keihard tegen de stoel aan en valt op zijn bakkes. B. Er slaat een meteoriet in, waardoor we nooit zullen weten wat er gebeurt. Of C. Er vallen kaasblokjes uit de lucht. Ik denk antwoord C. Het lijkt me vrij waarschijnlijk dat er kaasblokjes uit de lucht vallen. Oké, dan gaan we nu kijken naar wat er gebeurt. Wrong. Ik had het fout. Potverdikkie. Dat is het spel. En het wordt legendarisch. En we gaan het spelen met fragmenten uit de Johnny English film. Of fragmenten uit de trailer. Fragmenten die ik nog nooit eerder heb gezien. En voor zover ik weet is Johnny niet een agent die in situaties belandt. Die lopen zoals je denkt dat ze lopen. Dus volgens mij wordt deze challenge hartstikke leuk. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dan gaan we beginnen met de What Happens Next Johnny English editie. What's good? Moment nummer 1. The country is in a state of complete chaos. The universe sends me you. Yes, all right, Buff. We're going on a mission, not a honeymoon. Okay, all right. Het beeld is gestopt. Nu krijg ik drie opties waar ik uit kan kiezen wat er hierna gaat gebeuren. Is het optie A? De man achter hun gaat meeknuffelen. Antwoord B? Hun kleding blijft aan elkaar zitten. Of antwoord C? Johnny's pistool gaat af en schiet in de voet van de andere man. Ik ga gewoon voor het antwoord wat mij het grappigst lijkt. Ik zou het hilarisch vinden als antwoord C gebeurt. Het zou wel een beetje een outplayed zijn. Ik bedoel, hij is best wel vaak al gedaan. Maar ik denk wel dat het een optie is voor deze situatie. Ik denk gewoon dat hij die man aan het... Hou je weg! Stop! Ja, ik weet niet. Dat zie ik niet echt snel. Dat zie ik niet echt gebeuren. Ik ga voor antwoord C. Johnny's pistool gaat af en schiet in de voet van de andere man. Laat het alsjeblieft zo zijn, man. Come on. Right, Buff, we're going on a mission, not a honeymoon. Yes, of course. Ja, weet je, het leven zit niet altijd mee. Dan kan je... Kom op, Kalfijn. Even wat meer gefocust, man. En mocht je trouwens afvragen waarom ik soms in video's in Nederlands praat en soms een paar zinnen Engels. Nou, dat komt omdat deze film de naam heeft Johnny English. Comedy. We gaan door met fragment 2. Destination? South of France, sir. Arm the missile. They're just cyclists, sir. They're French cyclists, Bob. And they're obstructing Her Majesty's Secret Service. Oh, okay. Interesting. Very interesting. Even goed de situatie. Ze rijden op een weg. Er rijden fietsers voor. Ze moeten langs. Ze kunnen niet langs. Er komen raketten omhoog. Drukt op een knopje. Logischerwijs zou er een raket afschieten op de fietsers. Waardoor ze aan de kant gaan en waardoor ze erdoor kunnen. Dingen lopen soms anders in deze movies dan dat je denkt. Ik zeg het eerlijk. Gaan kijken. De opties zijn. Antwoord A. Hij schiet een raket
voor de wielrenners, zodat ze allemaal vallen. Hij drukt per ongeluk op het verkeerde knopje, de schietstoel activeert. Zou wel comedy gold zijn. Gold comedy. Ik zeg je eerlijk. Antwoord C, het knopje werkt niet en door de verwarring rijden ze van een cliff. Ik denk... Antwoord B. Raket wegschieten lijkt me sowieso niet. Van een cliff afrijden is ook weer zo'n classic movie. Oké, ik ga voor antwoord B. Dolfijn, focus. Focus on the goal. Focus on the mission. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het hilarisch. Maar ik ben gewoon te fanatiek in deze spelletjes. Dus ik baal er gewoon van dat ik het niet goed had. Fragment 3. I'm not sure I've ever met a man quite like you. Let me clear up the uncertainty here. You haven't. De romanticus Johnny English strikes again. Even kijken, hij zit aan een bar met een relatief knappe vrouw. Niet dat Johnny English er niet knap uitziet. Ik bedoel, kijk even naar mijn fucking bakkes. Oké, maar dit is een klassieke Johnny English scene. Hij zit aan de bar, hij verovert even een vrouwtje. Dat lukt hem vaak ook. Optie A, hij verslikt zich in een drankje. Optie B, hij valt flauw door vergif. Antwoord C, het parapluutje blijft dus. Moet sowieso, dit kan niet anders dat dit antwoord C is. Dit kan niet. Als het iets anders is dan antwoord C, is het echt een teleurstelling. Laat het goed zijn, man. Laat het goed zijn. You haven't. Yeah! Hey, what's good, my papies? Comedy! We zijn lekker onderweg. Het begin was een beetje stroef, maar we komen er lekker in. We gaan door naar fragment nummer 4. Let's go! Till we meet again. De classic zin. Till we meet again. Even kijken hoor. Hij zit op de rand van een boot. Er komt een vrouwtje aan die net aan het versieren was. Die hem nu met een pistool schot houdt. Ik weet niet wat daar gebeurd is in die bar. Maar blijkbaar houdt ze niet van parapluutjes in neusjes. Optie A. Ze schiet hem in zijn schouder. Oké, plausibel. Weet je wat ik wel altijd met zulke soort scènes heb? Als iemand daar dan zit. Till we meet again. Ja, dat is genoeg tijd om iemand vol in zijn schouder te schieten. Dus wat dat betreft, ik vind het een plausibele. Optie B. Hij valt achteruit in het water en wordt omsingeld door haaien. Antwoord C. Hij valt keihard op het lagere dek van de boot. Ik denk dat ik ga voor antwoord... Ik twijfel tussen A of C. Ik ga voor antwoord C. A. Oh no! Ik wil dit goed. Kijk, weet je wat? Als je hem nu goed hebt, heb je die equalizer. Snap je? Dan word je gewoon gelijk. En dan kun je daar vanaf daarna... Oké, ik ga voor C. Till we meet again. Lekker! Hey! Lekker gedaan! Oké, ik heb officieel 2 goed en 2 fout. Oké, we gaan door met fragment 5. De vorige shots waren allemaal afkomstig uit de trailer, maar ik heb ook een aantal filmfragmenten ontvangen. En daar gaan we nu naar kijken. Deze heeft nog nooit iemand gezien. Als je niet al naar de film bent geweest trouwens. There's no cause for concern, ladies and gentlemen. You are now in the capable hands of Her Majesty's Secret Service. And you, my friend. Oké, hij doet even een heldhaftig praatje bovenaan een trap volgens mij. Dat vraagt natuurlijk maar om één ding, namelijk hij dondert vol van die trap af. A. Hij valt van de trap en glijdt de kamer uit. Antwoord B. Hij kan niet bewegen omdat hij vast zit in het pak. Antwoord C. Hij springt van de trap en zakt door de grond door het zware pak. Dat zou ook nog zo kunnen zijn. Dat zou oprecht een plausibele optie zijn. Nee, ik blijf bij mijn eerste keus. Ik denk dat hij van de trap af glijdt. Lijkt me het meest logisch, lijkt me ook het meest grappig. And you, my friend. Are in for an uncomfortable ride. Ja! Ja hoor, kom maar. Ja hoor. Ja hoor. Niks aan de hand. Ik vind het top. Ik vind het fantastisch. Ik vind dit nu al de meest legendary scène uit de hele film. Niet eens omdat ik zelf het goede antwoord had gekozen. Maar gewoon omdat het tantoe grappig is. Oké, het staat 3 goed, 2 fout. Het kan nog alle kanten op. We gaan door met het volgende fragment. Fragment nummer 6, let's go. Oh, but it is. Drop the gun. Okay. Get your hands in there. Okay. Dit vraagt om problemen, dat kun je wel zeggen. Antwoord A. Het elastiek trekt de paal uit de muur, waardoor alles instort. Het elastiek schiet los en knalt tegen zijn rug, waardoor hij knock-out gaat. Antwoord C. Het elastiek trekt hem terug naar buiten en lanceert hem in het water. Lijkt me het meest logisch dat die elastiek de paal eruit trekt en dat hij vol tegen zijn rug aanknalt en dat dan de rest instort. Zo. Want dat was de steunpilaar van het hele... Dat lijkt mij het meest voor de hand liggende antwoord, dus we gaan kijken of ik het goed heb. Are you inside, sir? Yes, Bob, you can power down. Everything's under control. Nee! No!
was zo overtuigd. Maar nee. Scheisse, scheisse, scheisse. Fragment 7, dames en heren. That is a first class man trap. 6 house points. Yes! Right, let's get back to school before Matron notices you're missing. And don't worry, there aren't any more booby traps. Hij zegt no more booby traps en dan loopt hij opzij, dus waarschijnlijk komt er wel nog een booby trap, denk ik. Hè? Antwoord A, hij loopt in een valkuil. Oké, dat zou kunnen. In theorie zou het kunnen. Antwoord B, hij wordt gevangen in een net. Antwoord C, hij struikelt over een struikje. Alle drie zouden hartstikke goed kunnen in deze. Ik ga voor A. Ik ga voor antwoord A, hij valt in een kuil. Dat wil ik ook gewoon zien nu. And don't worry, there aren't any more booby traps. Apart from this one, of course. Yes, boy! I feel in the couch! Sommige mensen vinden dit te platte comedy, maar ik vind dit echt altijd fantastisch. Als ik deze goed heb, heb ik 5 van de 8 goed en dat betekent dat ik heb gewonnen. Als ik hem fout heb, staat het 4-4 en staat het gelijkspel en dan is de film soms voorspelbaar, maar soms ook totaal niet. Dus wat dat betreft kan het alle kanten op. Maar voordat ik dat ga zeggen, wil ik nog iets leuks vertellen, namelijk ik ga 2 keer 2 kaarten weggeven voor de Johnny English film. Laat even hieronder weten waarom jij naar deze film wil en dan krijg je misschien wel 2 kaartjes opgestuurd zodat je met je matties of met je moeder of met je pa of met je lovey kan gaan, je weet toch? Hey. En deze film is dus in de bioscoop vanaf 18 september. Ga je er nou heen? Gebruik dan even hashtag JohnnyEnglishNL. Je kan Johnny English ook volgen op Instagram, @JohnnyEnglish. En wil je nou kaarten kopen? Dat kan. Dat kan via de link in de beschrijving. En dan komt dat helemaal goed. Hey, bra, bra. We gaan door met de allerlaatste. Het slotstuk. De beslissende vraag, mensen. Hij staat op een soort platform. Met de VR-bril wil hij wat inklikken, maar oké. Antwoord A, hij rent keihard tegen de muur op. Antwoord B, hij loopt zonder te weten naar buiten. Antwoord C, de bril raakt overhit en ontploft. Dat zou wel fantastisch zijn. Dat zou oprecht, zou dat fucking grappig zijn. Ik ga voor antwoord A. Oké, daar gaan we. Als ik deze goed heb, ben ik een winnaar. Als ik deze fout heb, ben ik middelmatig en dan moet ik de film gaan checken, want dan ben ik niet goed genoeg. Oké. Ja. Oh man. Ja. Ja. Nee! No! Ik voel hem al aankomen. Ja. Ik voel hem al. Ja, je voelt hem. Ik. Het fragment stopt hier, dus ik weet ook niet wat hierna gebeurt. Maar ik wil weten wat voor comedy er hierna zit. Ik moet het weten. Wil je nou ook weten wat hierna gebeurt? Ga de film dan sowieso checken in de bioscoop vanaf 18 september. Dat wordt lachen, gieren, brullen. En wil je nou kaarten winnen? Dat kan. Laat hieronder in de comments even weten waarom jij vindt dat je er recht op hebt. En waarom jij vindt dat je ze moet winnen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dankjewel, Johnny English, voor deze video. En we zien jullie. Bah, 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 bah.